even toch een raampje open doen. Vind je het te warm? Ja, het begint nu wel ik dacht, ik zet tropische voor... temperaturen begonnen te brengen. Vind je als bejaarde misschien wel lekker? Het is awesome. Kunt u mij horen? Hey, tijdens onze live podcast aanstaande dinsdag gaan we het niet alleen hebben over Amerika, maar we gaan ook een klein beetje terugblikken op het afgelopen jaar. En natuurlijk bestaat de kans, hartstikke leuk, om met Maarten op de foto te gaan. Dus heb je niks te doen dinsdag, kom dan samen met vrienden, familie naar de live podcast in Utrecht. Je kunt kaartjes bestellen, de allerlaatste via het linkje dat je vindt in de show notes. Beste Maarten, ik geniet enorm van je podcast en maak graag gebruik van de vraag om eventuele onderwerpen aan te dragen. Graag zou ik meer willen weten over de oorlog tussen aanhalingstekens tussen X-Westinghouse en Tesla en Edison. Oftewel de strijd tussen wisselstroom en gelijkstroom. Ja, dat is een fameus conflict, ja. Wil ik ook wel eens iets over zeggen. Dat wil zeggen, Tesla heeft dat glorieus gewonnen. Wisselstroom bleek zeker toen veel en veel effectiever te zijn dan gelijkstroom, door allerlei technische omstandigheden. Eigenlijk begreep Tesla ook veel meer van hoe het natuurkundig allemaal in elkaar zat dan Edison. Edison was een man zonder, laten we zeggen, academische natuurkundige of wiskundige opleiding. En dat, maar Tesla had ook een diepe minachting voor Edison, die hij voor hem een amateuristische prutser vond. Maar ik meen me te herinneren, niet zo verschrikkelijk lang geleden, dat toch die kwestie van wisselstroom, gelijkstroom, dat die toch nog weer open lag. Dat ook gelijkstroom voordelen zou kunnen hebben. Als je me nou vraagt, hoe zat dat dan? Dat durf ik je niet te vertellen. Ik kan me alleen herinneren dat ik dat las. En dat ik dacht, goh, ik dacht dat de wisselstroom het glorieus had gewonnen, dat er helemaal niets meer aan de hand was. En nu blijkt gelijkstroom toch weer op te duiken. En ik dacht ineens aan de elektrische treintjes. Want je had Märklin, dat liep op wisselstroom. En je had Fleischmann, dat liep op gelijkstroom. En ik geloof dat die, nou ja. Wat is het verschil ertussen? Nou ja, zoals het woord al zegt. Het ene is stroom die permanent loopt in een bepaalde richting. En de wisselstroom die wisselt regelmatig van looprichting. Of de elektronen in de leiding die wisselen van looprichting. Wat nou de voordelen en nadelen van die beide zaken zijn, dat durf ik je niet te zeggen. Ondanks het feit dat mijn opa hoogleraar was in de sterkstroomtechniek, kan ik je dit niet uitleggen als niet technisch gevormde persoon. Maar is het alle twee maar even ik wil goed? Er wel eens naar kijken. Is het alle twee even goed of is het een beter dan het ander? Nou, in ieder geval was het zo in Tesla's tijd. We hebben het dan natuurlijk over de jaren 80, 90 van de 19e eeuw. En natuurlijk dat de uitvinding van de wisselstroommotor door Tesla. En toen had wisselstroom grote voordelen. Daar had Tesla de grootste gelijk van de wereld in. Daarom was ik zo verbaasd dat ik vrij recent nog een stuk las. Nou ja, dat ook die gelijkstroom misschien een soort comeback zou gaan maken. Waarom? Nogmaals, vraag me niet. Ik bedoel het. Maar het is een bekend conflict en het is een conflict wat aan initieel door Tesla was gewonnen. En het woord Tesla, waar we het nu kennen van de auto's, komt ook hier vandaan? Ja, Tesla was een man, namelijk een elektrotechnisch ingenieur. Ik geloof, nou, Kroaat of een Sloveen of nou ja, zoiets in die geest, die naar Amerika vertrokken was. Ja. Denk je dat je hier meer over kunt vertellen voor Klaas? Nou, dat kan ik in ieder geval proberen. Ik zal het eens even nalezen hoe het zit. En als ik denk dat ik het helder uit kan leggen, dan zal ik dat doen en proberen. Een tip voor Maarten. In het Speelkaartenmuseum in Turnhout, in België uiteraard, staat een gigantische stoommachine uit de 19e eeuw. Deze dreef vroeger de drukpersen voor de speelkaarten aan. En die kun je nog in werkende staat zien, zegt Jeroen Vergeld. Ah, dat wist ik niet. Er zijn allerlei plekken in Nederland waar nog werkende stoommachines zijn. Dat wist ik wel. Maar wel leuk dit, toch? Leuk, ja, mooi. Ja. Ja, ik refereer aan een podcast waarin Maarten zegt, en ik quote, de hoeveelheid honger die in Nederland geleden wordt, lijkt mij niet heel groot, eerlijk gezegd. Als je in Nederland honger lijdt, dan moet dat op enigerlei wijze toch een beetje je eigen schuld zijn. Einde quote. Ik refereer aan een bericht bij de NOS van maandag 28 november. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er hier in zijn algemeenheid sprake is van eigen schuld. Dat lijkt mij in dit geval dan ook enigszins een drogreden, als ik die term in deze context juist gebruik, zegt
Kitty Gilling van der Heul uit Zwifterband. En ze is trouw luisteraar. En dan stuurt ze een artikeltje mee en daar staat dan bij: steeds meer voedselhulp nodig in Nederland, merkt ook het Rode Kruis. Ja, voedselhulp, maar dat is meer een financiële kwestie volgens mij. En dan kun je dus voor die voedselhulp kun je naar de zogenaamde voedselbank. Er is in Nederland voor de Nederlandse bevolking ruim voldoende voedsel. Dat er misschien mensen zijn die in financiële problemen verkeren, die aangewezen zijn op goedkope voedselhulp, in plaats van zelf duur voedsel te moeten kopen. Ja, dat neem ik aan. Dat zal best zo zijn. Maar ik denk wat zij ook bedoelt is dat door de inflatie, de energiekosten... Dat zal een rol spelen, ja. Maar dan zegt ze, het is niet de eigen schuld van mensen, want daar kunnen ze niks aan doen. Nee, daar zit wel iets in. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen honger moeten lijden. Die mensen kunnen naar de voedselbank. Hmm. Bovendien, mijn indruk is, overal waar ik er ooit op gelet heb, dat er in Nederland op enorme gigaschaal, niet waar, voedsel verspild wordt. Ja. Weggegooid wordt, verschrikkelijk. Ja, die onderzoeken die maken duidelijk dat we ongeveer de helft van het geproduceerde voedsel weggooien. Ja. Mag ik dan ook bij deze een oproep doen, bijvoorbeeld bij congressen? Want wat je daar heel vaak merkt is dat mensen op het laatste moment zeggen, ik kom niet, maar ze hebben zich wel aangemeld. Maar dan zit natuurlijk de organisatie met heel veel broodjes en met... Ach joh, ik heb lezingen gegeven en dan loop je daar binnen, niet waar, om 19:30 of zo. En dan loop je in die eerste zaal, daar staat de catering. En dan staat daar zo'n buffet. Het is verschrikkelijk, het is aandoenlijk, alles vis. De meest fantastische gerechten, toetjes in massale. Ik zie nog die chef ober staan. Het was in Amersfoort. En ik zeg, god, meneer, wat gaat hiermee gebeuren? En zei hij, dan moeten we weggooien. Ja, zonde. Het ging hem aan de ziel. Ja. Dus ik heb toen al zoveel mogelijk taartjes opgegeten. Maar ja, ik kom in mijn eentje natuurlijk die restanten van het buffet. Wat een verspilling. Wat een gruwelijke verspilling. Ja, maar zij kopen in op een bepaalde... Ja, maar vroeger gingen het de varkens die het heerlijk vonden. Maar dat mag allemaal niet meer. Nee. Je kunt nog een doggybag kun je meenemen voor je vrouw thuis. Nou, een doggybag, dan had je een vrachtauto nodig gehad. Ja. Maar dus de oproep, meld je alsjeblieft op tijd af als je niet komt. Want die mensen kopen in op een bepaalde hoeveelheid die ze verwachten. Je wil ook niet daar zitten, je hebt te weinig. Dus... Nee, ik zou zeggen, breng zelf een broodje mee. Dat is wel handig. Ja. Hoeven ze helemaal niet te cateren. Ja, maar dat verwachten ze natuurlijk niet. Even kijken. Dankjewel Maarten voor de leuke podcast. Ik ben het vrijwel altijd met je eens. En ben blij dat iemand mijn standpunten verbaal sterk over het voetlicht brengt. Beter dan ik in elk geval. Over de Europese Unie en de democratie heb je ook steeds goede opmerkingen. Ik ben benieuwd wat je vindt van de democratische gehalte van de positie en de macht die Ursula von der Leyen heeft. Naar mijn weten is zij niet direct gekozen, maar toch neemt ze vaak behoorlijk opmerkelijke standpunten in over Oekraïne en de Europese Unie. Maar welk mandaat heeft ze en hoe komt ze eraan? Ik heb niet het idee dat ik voor haar gestemd heb. Nu is ze een redelijk gematigd persoon, maar wat als op die positie een extremer politicus komt te zitten die ogenschijnlijk namens de EU uitspraken doet en beslissingen neemt? Goeie vraag. Denk aan Jacques Delors, die natuurlijk een heel dominante figuur was als voorzitter van de commissie. Maar die in allerlei opzichten eigenlijk de Europese gemeenschap uit de modder getrokken heeft, waar die gemeenschap in terecht was gekomen. Ja, ik moet daar toch zeggen, kijk, de EU heeft wel degelijk een democratische legitimiteit. En die ligt verankerd in de Raad. De Raad besluit wat wel en wat niet kan gebeuren en moet gebeuren. En de commissie, waar Ursula von der Leyen, die over 7 kinderen heeft, de voorzitter van is, die voert de besluiten van de Raad uit. Daar is nog een zekere controle natuurlijk van het Europees Parlement. Maar als je niet tevreden bent met wat de Raad doet, dan moet je je eerste minister of je president daarop aanspreken. En een groot deel van zeker de belangrijke besluiten van de Europese Raad wordt daar unaniem genomen. Hmm. Maar welk mandaat heeft zij? Van wie heeft ze dat gekregen? Van de Raad. Van de Raad dus. Ja. En de Raad is weer gekozen. De commissie is niks anders dan een uitvoerend orgaan. Ja, oké. Okay. En uiteindelijk, als je dus terugredeneert, zijn wij degene die daar via allemaal tussen... Ja, want wij kunnen bijvoorbeeld Rutte ter verantwoording roepen. Zeg, ja, je hebt daar naar voren genomen voor dit of dat. Maar daar zijn we falikant tegen. Dan moet Rutte terug en dan moet hij zeggen... Want ze zeggen ook altijd dat ze natuurlijk wel met de achterban moeten overleggen of het wel of niet moet gebeuren.
Ja. Maarten, mooi hoe je het opneemt voor de Finse premier. Dat had toen te maken met dat dansen volgens mij. Ja. Sowieso is je humor, oprechtheid en gebrek aan pretenties en ook een gebrek daaraan en een gebrek aan aanstalerij een verademing, zegt hier iemand. Dus ook blij met je uitspraak over het stikstofbeleid dat je doorzeikend gelul noemde. Ben ik helemaal mee eens. Dus ja, dan is er hier weer iemand die heeft gezegd, ja, ik luister ook weer heel veel minuten naar jullie 6673 minuten. Dat is verschrikkelijk, eigenlijk. 6000. Ik ga even toch een raampje open doen. Vind je het te warm? Ja, het begint nu wel tropische temperaturen beginnen. Vind je als bejaarde misschien wel lekker? De bejaarde in het begin vond ik het hartstikke lekker, maar nu moet ik even. Ik kan het ook uitzetten, hè? Ja, zet hem even uit, joh. Zo. Want je moet dadelijk op je benzine letten. Je moet nog naar huis. Ja, maar dat komt wel goed. Ja? Komt wel goed. Ja, even kijken. Dan, dus dozen sjouwen is niet nuttig en hapjes klaarmaken wel. Tegenwoordig wordt de man steeds meer neergezet als nutteloos wezen. Dit is echt een hele kwalijke ontwikkeling. Mannen en vrouwen hebben hun unieke eigenschappen waarmee ze elkaar aanvullen. Mannen zijn niet per definitie slecht. Veel vrouwen hebben werk en privé veel beter in balans. Werk is niet het hoogste goed trouwens, zegt Ed van der Eyck. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Okay. Werk is niet het hoogste goed. Je moet een beetje een redelijk leven proberen te leiden. En wat enorm belangrijk is, dat je het werk doet wat je leuk vindt. Kijk, als je dat gruwelijk vindt, afstotend, afstompend, probeer iets anders te vinden, zou ik zeggen. Ja. Maar dit ging over geen slaaf van je werk. Nee. Maar dit ging natuurlijk over de taakverdeling, hè, tussen mannen en vrouwen, waar we het de vorige keer over hadden, dat nauwelijks veranderd is. Nee, dat is een opmerkelijke zaak. Het is wel veranderd als ik het vergelijk met mijn opa, mijn vader. Ik ben ook natuurlijk een beetje een ouderwets type in allerlei opzichten. Maar er is natuurlijk, als ik kijk naar moderne mannen, ja, dan is dat er enorm veel veranderd. Sowieso, er is sinds de late jaren 50... cultureel, ook in de relatie man-vrouw, in de wijze waarop vrouwen zich gedragen, in maatschappelijk, dat is totaal anders geworden. Het kan beter, het kan nog beter, maar het is echt totaal anders geworden. Maarten, wat een leuke podcast over de stoommachine. Wist je dat er elke dag nog een originele stoomtrein rijdt in Nederland, namelijk in de Efteling? Nee, dat wist ik totaal niet. Dan vraag je af wat voor locomotief je daarvoor zit dan. Nou ja, hij heeft er een videootje bij gemaakt, maar het is een beetje moeilijk om dit nou... Hoe kan ik dat nou eventjes? Nou, dan moeten we de volgende keer even proberen. Er zit een linkje bij, ze hebben er een videootje van gemaakt. Hallo Maarten, ik wilde vooral even zeggen dat ik de podcast echt heel leuk vind en dat deze tijdens mijn zwangerschapsverlof een plezierige oase van rust was tijdens de vele wandelingen. En ook nu nog, er is weinig wat je kan doen met een baby, namelijk een boek lezen. En dan is de stem van jou ook voor de gevoelige babyoortjes erg acceptabel. Dat vind ik wel heel mooi dat ik ook de baby tot rust weet te brengen. Dat is toch ongelooflijk werkelijk. Anne Rut zegt dat. Ze zegt, en wie weet leert ze er ook nog wat van. Nou, dat betwijfel ik wel in zekere opzicht. Maar als het rust brengt, dat is toch al heel wat. Even kijken, dan zegt iemand hier, wat me toch opvalt in het werk van Maarten, is dat hij stiekem toch liever een ingenieur was geweest. Ik heb zelf in Delft gestudeerd en begreep ook dat beide grootouders van Maarten ook professor-ingenieur waren. Dus hij heeft blijkbaar toch de genen van ingenieurs. Terugkijken op zijn carrière heeft Maarten wel de juiste studiekeuzes gemaakt. Zou een studie werktuigbouwkunde in Delft niet veel beter zijn geweest? Of dat hij aan de slag was gegaan bij DAF of Volkswagen als verbrandingsmotorontwerper? Ja, daar zit wel wat in. Ik heb wel eens in de loop van mijn leven gedacht van ja. Omdat je ook in de beta-wetenschap dat stapelt beter. Daar zijn vorderingen ook echt zichtbaar. Ja, als je zou zeggen Thucydides is een minstens even grote historicus als enig nu nog levende historicus. Dat is volkomen juist. En Thucydides dan hebben we het over de geschiedschrijver van de Peloponnesische oorlog. Dus ja, dat is een... Ja, zeker. Ik heb die twijfel. Hè, die heb ik wel gehad, ja. En hij zegt ook, je hoeft geen 10 voor wiskunde te hebben om ingenieur te worden. Want je gaf aan dat je middelmatig was in wiskunde op het gymnasium. Ja, ik was niet meer dan een zeventjesklant, hoor. En dan moest ik nog nadenken over hoe het eigenlijk zat. Dus dat was voor mij wel een hinderpaal. Als ik toch de beta-kant had gedaan, had ik eerder astronomie gestudeerd dan dat ik in Delft. Dan kun je daar waarschijnlijk ook astronomie, dat weet ik eigenlijk niet, studeren. Maar ik,
Astronomie, dat vond ik toch wel een prachtvak. Oké, okay. Dus Mustafa trouwens die dit allemaal zegt. En hij zegt dus ook, het valt op dat Maarten diepe technische kennis heeft van de verbrandingsmotor. En hij is historicus, hoe kan dat? Nou, dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk. Hè? Ja, verbrandingsmotoren die voldoen ook aan de normale wetten van de natuurkunde. Maarten, ja, over het Stoommachinemuseum in Medemblik. Een aardig en interactief museum waar je zelf door middel van water verhitte allerlei grappige machientjes aan kunt zetten. Maar ook het grote en zwaardere werk is daar zichtbaar. Het is het oude gemaal dat eind 19e eeuw water uit de polder in de Zuiderzee pompte. En in 1985 is zelfs nog een nieuwe op stoom werkende ketel toegevoegd. Tegenwoordig is de stoommachine uit 1924 nog te zien, evenals andere interessante oude installaties. Wellicht is het een leuk uitje voor jou als je niks te doen hebt. Ja. Groetjes en plezier, zegt Hedwig Paardman. Ja, Medemblik zal er aan denken. Zal eens een kaartje maken van alles wat er... Misschien moet ik een stoommachine reisje organiseren. Ja. Dat je met een bus met stoommachine liefhebbers, bijvoorbeeld op één dag, 4 of 5 indrukwekkende stoominstallaties bekijkt. Ja. Hallo Maarten, in de laatste aflevering van Renze op zondag werd aan de BBB-mevrouw gevraagd of ze zichzelf ziet als populist. Zelf dacht ze van niet. Zou jij haar kwalificeren als populist? Ja. Dat heb je al eens gezegd, hè, uitgebreid. Zeker, ja. Ik bedoel, zij genereert geen oplossingen. Zij suggereert dat die oplossingen helemaal niet nodig zijn. En dat is in het algemeen wel een populistisch argument. Ja. Ik had nog wat mensen gesproken die nu bezig zijn met de provinciale verkiezingen. En ze houden allemaal rekening mee dat zij flink gaat winnen, die BBB. Ja, dat denk ik ook dat dat gaat gebeuren. En dat heeft natuurlijk voor het stikstofbeleid heeft dat verstrekkende gevolgen. Omdat natuurlijk de Eerste Kamer tenslotte dat beleid ook goed moet keuren. Want wat verwacht je dan? Dat er minder steun in de Eerste Kamer zal zijn voor het stikstofbeleid. Voor het stikstofbeleid. Ja. Dan ga je boeren van laten, hè, van die prikken. Ja, dat is wel een beetje een probleem. Zou dat beter niet kunnen drinken eigenlijk. Heb je nog iemand die heeft wat verteld? Even kijken. Eventjes opnieuw proberen. Josie is het in ieder geval. Josie. Waarom hindert de auto de telefoon? Nou, omdat hij dan via Bluetooth het geluid eigenlijk via de boxjes zou afspelen. Maar, Dag Maarten en Tom, hopelijk gaat alles wel. Ten eerste wil ik Maarten bedanken voor de onwijs leuke lezing in Barendrecht afgelopen vrijdag. Als 25 jaar trok ik de gemiddelde leeftijd erg omlaag, maar ik heb er minstens erg van genoten als alle senioren om me heen. Nu las ik laatst in de kwaliteitskrant dat Duitsland en Frankrijk als het ware in een slecht huwelijk zijn beland, waarin er steeds meer verwijten naar elkaar worden gedaan en er eigenlijk steeds minder wordt gecommuniceerd. Nu vraag ik me af wat de blik van Maarten is op deze kwestie en vooral wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben op het realiseren van de algemene Europese defensie. Groetjes van Joyce van Harp in Den Haag. Ja, op dit moment is de relatie tussen Frankrijk en Duitsland bepaald niet optimaal. Die is wel eens beter geweest in het verleden. Maar deze tijdelijke huwelijksproblemen, als je het dan toch zo wil noemen, zijn naar mijn idee toch tijdelijk. En karakteristiek eigenlijk voor de hele relatie Frankrijk-Duitsland, ook binnen de Europese gemeenschap, binnen de Europese Unie, sorry. Waarvan zij toch gezamenlijk de belangrijkste dragers zijn. En ik denk dat het ook wel weer over zal gaan. Ja, Scholz is niet de meest inspirerende figuur. Misschien is Macron een beetje ongeduldig. De tijden zitten natuurlijk in allerlei opzichten tegen. De Europese Unie heeft het ook moeilijk. Maar crisis is vaak goed voor de Unie. Ik ben niet somber gestemd over de wat mindere relatie Frankrijk-Duitsland op dit moment. Nou ja, Macron was in Amerika en dan zegt iedereen ook weer, ja, zie je wel. Hij is toch, Amerika is toch belangrijker. Waar ik begreep dat de Frans-Duitse relatie zijn 60-jarige verjaardag viert begin volgend jaar. Dus ik ben er niet echt pessimistisch over. Maarten, ik was op 25 november samen met mijn ouders en oma bij een theaterlezing in Theater Het Kruispunt in Barendrecht. Vol bewondering heb ik mogen luisteren naar wat je te zeggen had over onder andere de oorlog in Oekraïne en de aanloop daarvan. Bij deze wou ik graag mijn grote bewondering voor jou uitspreken. Ik vind je een ontzettend mooi, bijzonder en wijs mens. Je bent gewoon heerlijk jezelf, is hij. En hij is treinmachinist bij de NS. Ja. En zodra zijn werk het toelaat, luistert hij graag naar de podcast. Zodoende kwam hij ook op het spoor van de theaterlezingen. Ik hoop dat jullie nog lang met de podcast doorgaan. En succes met de volgende lezingen, zegt hij. Nou ja, ik juich deze standpunten van harte toe natuurlijk. Ja. Dan nog een laatste vraag. Misschien kunnen we die nog eventjes meenemen. En die gaat eigenlijk over
ja, de politiek eigenlijk in het komende jaar? Omdat iemand zegt, ja, we staan toch op een kruispunt van verschillende beslissingen die genomen moeten worden. Welke verwachting heb je daarvan als het gaat om in ieder geval de coalitie spanningen die nu toch toenemen? Zegt Rutz. Ja, de ervaring leert dat er altijd coalitiespanningen zijn. Sterker nog, je moet, als je hoort dat er helemaal geen coalitiespanningen zijn, zijn ze gezamenlijk in slaap gevallen. Ja. Het is per slot van rekening een coalitie. Dus dat hoort er eigenlijk bij, zeg je? Verschillende belangen. Ja, ik herinner mij eigenlijk dat het kabinet Rutte 2, dat een jaar lang las je elke week in de krant, nu gaat het kabinet vallen. Nou ja, het heeft er 5 jaar gezeten. Waren ze maar gevallen. Niet in dat eerste jaar, dat zou wat mij betreft beter zijn geweest. Maar er is volgens mij voorlopig geen reden om te denken dat het kabinet in no time zal struikelen. Oké, bij deze. Hey, en hoe is het? Weinig alternatieven ook. Ja, ik wou net zeggen, als het dan valt, dan moeten we weer opnieuw beginnen. Hey, en hoe is het met de slimste? Staat er allemaal op? Dat is klaar. De finale is geweest? De finale was afgelopen woensdag. Mooi, 29 afleveringen, eentje minder. Ja, ze hebben ons 1 aflevering ontstolen bij Nederland 1. We hebben zelf ook eigenlijk niet van 2 naar 1, maar ja, dat is toch gebeurd. Het begint ergens tweede kerstdag of zo. Ook ja, zo'n dag dat mensen dan echt naar het televisie willen kijken. Hoe dan ook, het is klaar. En iedereen kan kijken en er worden er dus 29 uitgezonden. Hartstikke mooi. Dat betekent dus dat wij volgende week weer op zondag eventueel zouden kunnen opnemen. Ja. Zeker. Als jou dat beter uitkomt. Nee, het maakt mij helemaal niks uit. Dat kan ook. Want ja, dat blijft natuurlijk gek dat de slimste mensen, een programma in feite van KRO en CRV, twee partijen die toch ja, altijd beweerd hebben te weten wat de heren al zo denkt en doet, dat die dit laten plaatsgrijpen op de dag dat de heren ons tot rust heeft gemaand. Ja. Ik denk dat al iedereen dan kan, al die deelnemers die bij jullie moeten aanschuiven. Ja, dat zou ook wel kunnen. Maar goed, het blijft. Je denkt toch bij jezelf, hè, al die principes in de jaren 50, in de jaren van de zware verzuiling, waar ze ons mee op hinderlijke wijze mee voor de voeten hebben gelopen, dat er achteraf eigenlijk zo betekenisloos gebleken is. Je hebt toch ook wel een keer gezegd dat je de verzuiling wel een goed idee vond? Ja, maar dat was meer de politieke kant ervan. Oké. Maar niet de uitwas richting het publieke stelsel? Nee, ik had graag gezien dat je toch gewoon een vers broodje kon kopen. De hele sfeer op zondag in de jaren 50 was verschrikkelijk. Nee, politiek gesproken ben ik ook tot het inzicht gekomen dat we hebben daar ook het kind met het badwater weggegooid. Oké. Namelijk de binding van mensen aan Een bepaalde groep, ook een binding via weliswaar aan het politieke systeem en de democratie. Ja, de kiezer is toch wel verweest geraakt, denk ik, door het verdwijnen van dat systeem. Wat zullen we de volgende keer voor onderwerp doen? Dan moeten we toch weer een uitvinder doen. Oké, heb je eentje in gedachten al? Ja, ik dacht Faraday. Die is bekend van? Dat gaan we dan onthullen volgende week. Okay. Faraday is misschien wel een van de 5 belangrijkste uitvinders van de 19e eeuw. Oké, dan gaan we dat doen de volgende keer. Heel interessant allemaal. Ja, oké. Niet vergeten om kaartjes te bestellen voor de live podcast aanstaande dinsdag, Tivoli Vredenburg. Dan gaan we om 8 uur starten met een live podcast. 2 uur lang Maarten aan het woord en je kunt ook alle vragen stellen die je wilt. Dus komt dat zien. De kaartjes bestel je via het linkje in de show notes. Dat vind ik wel heel mooi, dat ik ook de baby tot rust weet te brengen. De sluipschutter. Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas. We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap. En dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. Met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen. En zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig. En heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had, vind je via de link in de show notes.